Hi, goeiedag. Welkom terug op mijn kanaal of welkom als je nieuw bent. Hartstikke leuk dat je er bent. Bourgeois. Ik zit een beetje... Ja, beter. Bourgeois. Dat is een... Ik vind het leuk om dat op zijn Frans te zeggen. Bourgeois. Voor mij een merk uit het verleden. Een merk waar ik niet zo goed tegen kon op een of andere manier. Dat is, ik ben helemaal niet overgevoelig of zo. Maar ik kan me van Bourjois herinneren dat mascara's en oogschaduw, dat ik hele brandende ogen had, het ervan had. Maar nu hebben ze de Healthy Mix Line. Dus ik heb daar een aantal dingen van gekocht om te proberen. Dit is de Bourjois Healthy Mix Serum. Met vitamine C, B5 en E. Dit is een Radiant Serum Foundation. Dit is de kleur 52W. Ik vind de kleuren heel verwarrend op een of andere manier. Vanille is dit. Maar 52W werd op de website bij Notino aangeduid in de swatches van Bourjois zelf, als de lichtste kleur. Dat is het niet echt. Maar ik kan het wel hebben hoor. Er moet dan alleen zeg maar wat zon bij. En wat zegt het verder? Ik heb hem gedragen. De hydrating benefits and silky texture of a serum enriched with cranberry extract paired with a medium coverage of a foundation for an even and luminous skin tone. Shake before use. Nee. Maar dat geeft niet. Dan hebben we de Healthy Mix Serum Concealer. Nou, die is het in principe hetzelfde, maar dit is dan de kleur 49. The coverage of a concealer paired with the power of an eye serum. Cooling applicator enriched with caffeine. Rested eye look effect. En dan heb ik nog de Healthy Mix Tinted Beautifier. Radiant Glow 24-Hour Hydration. Dat is deze. En dit is de kleur 001 Fair. Ja, ik snap het echt helemaal niet, die kleuren. Covers imperfection while letting your natural skin shine through. Formulated with vitamin C and E for a from natural origins. 24-hour hydration. Gives skin a glowy instant, a healthy glow instantly and over time. Dat klopt. En dan heb ik de Healthy Mix poeder, ook in de kleur 01 Ivory. En dat kan ik niet lezen, want daar zit een sticker op. We gaan het aanbrengen. Ik ga voor de Beautifier vandaag, niet voor de serum, want daar heb ik gewoon wat meer zon voor nodig. Dit heeft een ijzeren... Ja, hij is niet te licht. Hij dekt mooi. Op zich niks mis mee. Nou heb ik gemerkt dat hij de vlekken en zo niet zo goed bedekt. Dus die doe ik even met mijn kruidvat concealer.
Zo, het hoeft ook niet heel veel te zijn. Kijk of ik hem een klein beetje nog kan opbouwen. Dat ijzeren tipje van die concealer, ja, dat had van mij niet gehoeven op zich hoor. Ja, het ziet er super uit. Er is niks mis met die concealer. Absoluut niet. Ik heb altijd zoveel. Even een slokje koffie. Van die oogprut. Ik weet niet of ik dit moet schudden, maar dat doe ik dan maar even. Wat ik hiervan vind. Kijk, het loopt ook gelijk uit. Op een of andere manier is de druk in die tube heel hoog. En ook deze is redelijk warm. Het zijn allemaal warme tinten op een of andere manier. Herkent iemand dat van Bourjois? Dat het echt altijd warm gerelateerd is? Zelf heb ik altijd liever een iets koelere kleur. Maar... zo. Ik doe dat met een Real Techniques borstel. Nou, deze kleur is echt heel goed hoor. En deze geeft echt, echt een hele goede glow. Gisteren heb ik hem. Ik denk van 11, 12. 12 uur gedragen en zag het er nog steeds glowy uit. Nou weet ik niet hoe leuk je dit vindt als je een vette huid hebt. Als ik heel eerlijk ben. Want hij is heel glowy. De poeder. En een puffje. De poeder is ook geel. Dus ik zeg maar, ik dip erin. Terwijl het toch wel een pressed poeder is. Maar. Dat vind ik het enige vervelende, denk ik. Ja, ik moet zeggen, hij zet het wel goed en hij laat ook een mooie glow achter. Kijk maar. Zie je? Maar hij maakt het niet droog.
al met al vind ik het fijne producten. En ik had het niet verwacht. Want ik was eigenlijk niet zo'n grote bourgeois fan. Maar de Healthy Mix Serum. Dit is een foundation. En de concealer vind ik echt oprecht heel fijn. De kleuren vind ik een beetje apartig. De Beauty Glowifier of de Beautifier en de poeder van de gewone Healthy Mix lijn. Dus dat is niet de serumlijn. Vind ik ook wel fijn. Het laat een heel mooi resultaat achter. Mijn huid ziet er echt, echt mooi uit. Het maakt niet helemaal droog, maar ja, dat is dan maar zo. Het voelt een beetje alsof je hebt ingesmeerd met crème, zeg maar. Het is niet plakkerig. Het voelt gehydrateerd. En dat is uiteindelijk ook echt wel wat je wil natuurlijk. Dus dit ziet er heel mooi uit. En het draagt ook echt heel mooi, vind ik. De kleuren vind ik verwarrend. Dat blijf ik zeggen. Volgens mij, ik heb het bij Notino gekocht. En ik heb de Beautifier en de poeder bij Kruidvat gekocht van de week. Dat hadden ze. En deze twee heb ik bij Notino gekocht. De serumproducten. Volgens mij kostte dit daar een tientje. Zoiets. Niet het allergoedkoopste. Maar het is ook niet een heel duur merk. Ik geef ze wel een goede 8. Het draagt goed. Het ziet er mooi uit. Het ziet er natuurlijk uit. Ik zie er nu niet uit, naar mijn idee, alsof ik een hele laag make-up op heb. Dus dat. Nou, kan ik jullie alleen bedanken voor het kijken. Heb een fijne dag of nacht of wat je ook gaat doen. Doe een duimpje omhoog voor deze video als je hem leuk vond. Laat weten wat jij gebruikt van Bourjois. Vind ik leuk om te lezen. En wat je favoriete producten van Bourjois zijn. Heb je aanraders? Heb je een merk waarvan je zegt, joh, daar moet je iets van proberen? Laat het me weten. En dan kan ik alleen maar zeggen, dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!